Dankjewel. Dankjewel. Ja, we worden er altijd een klein beetje verlegen van. Ja, ik wel. Heb ik ook last van steken. Dankjewel. Welkom bij Topnames. Iedere dinsdagavond zenden we live uit vanuit Music U. Normaal gesproken zonder publiek. Vandaag met publiek, je hoorde het. En we spreken normaal gesproken met twee vertegenwoordigers van wat wij de voorhoede van Digitaal Nederland noemen. En vandaag hebben we er vier aan tafel. Kijk je on demand, kijk dan even terug naar een andere uitzending. Die onder meer ging over Na de Deadline, het boek van Bart Brouwers. Het was een zeer journalistiek getinte uitzending. Nu gaat het eigenlijk meer over wat doe je er daarna mee. De programma's zijn gemaakt, artikelen zijn geschreven. Hoe komen ze uiteindelijk bij een publiek? We hebben aan mijn rechterhand Wienke Gieseman. Jij bent van WebZap. Yes. Je mag straks nog eventjes beter vertellen dan ik het doe, maar jullie bundelen en selecteren en raden me, cureren, et cetera, video. Yes. Peter Suikerbuik, jij bent van Elinia en jullie zijn eigenlijk net in jullie tweede ronde van start gegaan. En jullie bieden mij de Spotify van de journalistiek aan. Hè? Oftewel, ik betaal een vast bedrag en krijg daar heel veel mooie inhoud voor. Dat klopt, maar ik luister beter naar de naam Michel dan Peter. Heb ik het verkeerd genoteerd? Nou ja, redactie. Michel is het beste woord. Wil je jou te noemen? Okay. Peter, heb ik bij jou Peter Londen gezet? Nee hoor, Michel. Oké, dan is die afdeling van de redactie heeft het goed gedaan. Gelukkig. Oké, hey, maar vertel dan even, laat even bij jou beginnen. Want de Spotify van de journalistiek is eenvoudig gezegd. Is dat ook wat het volgens jou is? Daar worden we wel vaak mee vergeleken. Dat wat vind je zelf? Ja. Nou ja, Spotify is natuurlijk eigenlijk een muziekdienst, dus dat zijn we zeker niet. Hè. Maar de overeenkomst is dat je bij ons voor een vast bedrag per maand onbeperkt toegang hebt tot alles wat er op Linea te vinden is. Hè. Dus dat is wat vele mensen bedoelen met het Spotify-element, denk ik. Hey. Ja, we hebben nu Wick me laten vertellen dat het model wat jullie nastreven, hè, dus een vast bedrag, ook ongeveer 10 euro per maand om onbeperkt toegang te krijgen tot op dit moment, hoeveel bladen zitten erin? Een stuk of 70 geloof ik? We hebben iets van 80 titels en schrijvers. Heb je weer een paar contracten afgesloten sinds vorige week? Ja, dat klopt. Maar ja. Ik heb me laten vertellen dat voor de uitgevers dit vaak nog een brug te ver is. Dat ze meer geloven in het model waarbij je dan de lezer vraagt per artikel af te rekenen, dan dat ze in zo'n all-you-can-read model willen. Ja, dat geluid gaat rond, maar dat is niet onze ervaring, eerlijk gezegd. Okay. Uitgezonderd een paar uitgevers, hè, maar het overgrote deel van de uitgevers is zelfs overtuigd dat het een Spotify, een all-you-can-read model moet hebben, hè, om succesvol te kunnen worden met dit concept. Dus dat klopt niet helemaal wat je zegt. Maar nou, klopt het dan wel dat zeg maar, de allerbelangrijkste kranten nog ontbreken? De hele grote ja. Krantenjongens inderdaad, die hebben daar misschien wel moeite mee. Maar ik denk ook dat daar spelen ook nog andere dingen hoor, dan sec het all you can read model. Ja, wat dan? Ja. Help ons uit de droom. Nou ja, goed, eigenlijk moet je dat hen zelf vragen. Maar de indruk die wij hebben is dat de klantrelatie voor hen ook belangrijk is. Hè. Dus normaal gesproken is een lezer klant bij de krant. En in ons concept is de lezer eigenlijk een klant van ons en indirect een klant van zo'n krant of tijdschrift. En dat vinden de allergrootste jongens niet zo fijn. Die hebben eigenlijk liever die klantrelaties. Ja, er zitten best wel wat mensen overigens hiervan in de zaal. Dus als ze iets willen vragen, een opmerking, kan dat via de hashtag FMT. En dan nemen wij de opmerkingen hier natuurlijk zo direct mee. Heb ik je van je stuk gebracht? Eindelijk. Ja, ik wilde eindelijk. Vragen, dat lukt je nooit. De grote kranten ontbreken. Bij een recent ook gelanceerde dienst Blendl. Alexander Klupping, veel publiciteit ook gehad. Daar zitten alle grote kranten wel. Hij hanteert het per artikel afrekenen model. Ik weet niet helemaal zeker of dat klopt hoor. Want dat ze daar wel mee doen. Ik heb me laten vertellen hier van het NRC met niemand meedoet. Hè. Niet met ons en ook niet met Blendl. En als ik afga op de uitzending bij de Wereld Draait Door, hè, dat was de persgroep. Die is ook nog niet zo ver. En Telegraaf, daar zeggen ze zelf ook van dat die nog niet volgens de site waren. Van Blendl hebben ze NSC, Elsevier, Quote, Vrij Nederland, dat soort titels. Mm-hmm. Die jullie allemaal niet hebben. Hoe komt dat?
Nou ja, goed, nogmaals, je moet denk ik ook kritisch zijn naar de deelnemers bij de andere partijen. Dus dat moet eerst nog blijven natuurlijk. Ja, maar ik neem aan dat je met deze partijen gesproken hebt. Dus ik vraag je puur naar jouw ervaring. Quote is, wij praten ook met Quote, dus het zou goed kunnen dat Quote ook met ons mee gaat doen. Ik heb alleen nog geen overeenkomsten getekend. Oké. Ja. WebZap? WAPZAP? Wat moet ik eigenlijk zeggen? WebZap is het. WebZap. Ja. In dit geen artikelen, geen kranten, geen tijdschriften, maar video. Erwin zei het al in zijn inleiding. Jullie aggregeren niet alleen video van internet, maar je cureert het ook. Hè? Dus je hebt een paar tips elke dag van wat leuk zou moeten zijn om te kijken. Ja, dus in het korte programmeren wij internetvideo. Dus we verzamelen van allerlei verschillende bronnen van YouTube, Vimeo, van allerlei verschillende weblogs, nu.nl, video. En daar voeren we redactie over en dat cureren we. En zo krijg je uiteindelijk 20 de meest interessante video's van die dag. En verder hebben we allerlei functionaliteiten ingebouwd, zodat je met favorieten en bekijk het later lijsten persoonlijk kan maken. En door een koppeling met Facebook maken we het ook sociaal. Dus dan koppelen we het ook van wat je vrienden leuk vinden. Hey, hoe moeilijk was het? Zij zijn al die uitgevers aan het langsgaan. Hoe moeilijk was het voor jullie om al die uitgevers te krijgen? Wij hebben met content distributeurs te maken en met kanalen en rechthebbenden. En wij zijn nu gestart met content dat vrij beschikbaar is online. Ik wou net zeggen wat ik vraag het, maar ik weet natuurlijk wel dat jullie gewoon een verzameling van YouTube-filmpjes bijvoorbeeld. Ja, het is dus niet alleen YouTube, hè. Het is wel echt wel meer. Dus, en we zijn nu druk in gesprek, we zijn een beetje hetzelfde proces als jullie, met de rechthebbende. Om te kijken van hoe kunnen we dit product nou verrijken en hoe kunnen we een subscription model opzetten. Zodat we ook de wat hoogwaardige content erin hebben. En daar zijn we nu druk mee bezig. En, volgens mij lopen we tegen dezelfde problemen als jullie, Michel. Je ziet de cash cows, daar wordt angstvallig aan vastgehouden natuurlijk, zie je. En de nieuwe modellen zijn nog een beetje, zijn nog echt nieuw. Maakt mij wel nieuwsgierig inderdaad. Nee, welke maat we echt dezelfde... Precies. Wat zijn de ervaringen? Zijn eigenlijk wat jij ook zegt, een soort van, dat zie je bij de grotere jongens. Met de mensen waar wij mee praten, die staan er juist veel meer voor open. Die zien ook kijk, die content, dus video dan, is even iets anders. Het gaat eerst naar de bioscoop. Dat is een hele duidelijke verdienmodellen. Verdienen ze hartstikke veel geld, maar je moet ze ook vooral blijven doen. En daarna krijg je DVD, je krijgt PTV en dan krijg je uiteindelijk Netflix-achtige. En daar onze voorstel naar die contentpartij is om ze daarin te ondersteunen. En wij proberen juist veel meer heel erg samen met ze te werken. Van oké, je hebt dat stuk content en hoe kunnen we je nou along the way, eigenlijk hoe ouder dat stuk content wordt, helpen met er geld aan verdienen. Ik wil graag even bij de logischwijs vragen we zelf ook naar. We beginnen eigenlijk bij de eigenaar van de inhoud. Maar ik wil eigenlijk nu even aan de andere kant beginnen. Aan de gebruiker, aan de kijker, de consument. Wat hebben jullie daarvan geleerd? Wat wil die? Ja, dat is volgens mij is dat de allermeest eenvoudige kant. En volgens mij, antwoord weet iedereen. Dus ik wil gewoon één abonnement. En dan wil ik gewoon alles kunnen kijken wat ik kan kijken. En ik wil niks missen. Tegelijkertijd wil ik wel dat in die chaos orde wordt geschept en moet er voor mij de leukste content bovendrijven. Dat is wat de gebruiker wil en daarin wil ik niet continu met aankoopbeslissingen. Wat vind jij dan bijvoorbeeld bij zo'n Netflix, hè? Als je daar nu naar kijkt? Ik heb een Amerikaans account, daar zit heel veel in. Ja. En ik heb nu ook een Nederlands account, daar zit alweer veel minder in. Ja. En natuurlijk, de eerste komende weken kan ik wel programma's blijven bekijken. Ja. Maar denk jij dat dit type modellen zeg maar voor video blijft werken? Of ervaart de consument, of ervaar ik dat als weer uiteindelijk te weinig? Wil ik gewoon een tientje weer voor alles? Ja, ik denk dat video wat complexer is. Ik weet niet of het complexer is. Het zal hetzelfde bij jullie zijn. Dus je gaat gewoon zien dat de stukken content dat in bepaalde momenten in de levenscyclus van een stuk content een juist businessmodel wordt. Dus een bioscoop, dat is altijd nog het moment dat het uitkomt. Dat is nog een heel speciaal moment. Dat is geleerd aan uitgaan, maar dat gaat. Dat is iets wat wij denken dat blijft. Maar daarna zullen er allerlei verschillende modellen komen. En die willen we allemaal gaan ondersteunen. Dus soort van, is er één model? Hè, of is dat je vraag is, van is het Netflix het model? Nee, dat is niet het model. Er zijn er meer.
Want ik denk dat heel veel mensen zich over verbazen van waarom kan ik naar de bioscoop? Dan betaal ik misschien €20 voor een kaartje, €15. Maar waarom kan ik niet met een premium dat gewoon thuis kijken? Ik bedoel, dan hoef je al die overhead van die bioscoop hoef je dan niet te betalen. Dus dat is een soort van... Het mooie van ons programma is dat je soms gelijk antwoord krijgt van luisteraars op vragen die gesteld worden. Jeroen Verkroost meldt zich op Twitter, chef digitaal van de persgroep. En die zegt dat zij vrij ver zijn met Blendel en ook best met jullie willen samenwerken. Als dat volgens onze voorwaarden voor resellers kan. Mm-hmm. Wat hij met dat laatste bedoelt, dat weet ik niet helemaal, maar misschien dat jij dat begrijpt. Nee, maar... Jeroen, misschien kun je nog even melden wat... Ja, Jeroen, kom er maar in. Weet je wel, wat jullie voorwaarden precies inhoudt en waarom zich dat mogelijk niet zou verhouden met de uitgangspunten van Elinia of Blendel. Maar interessante reactie? Ja, zeker. Goed om te horen dus dat we kunnen praten ook met de persgroep over mogelijke delen. Vind jij jezelf een reseller? Dat insinueert u nu. Ja, we zijn wel een soort retailer natuurlijk. Hè, maar, reseller of retailer? Ik weet niet wat het precies het onderscheid is overigens tussen een reseller en een retailer. Dat is een goede vraag. Jeroen, dit is te ingewikkeld, Jeroen. Ja. Dan pak ik even nog in ieder geval nog even mee, want ook Martin Blankenstein van Blendel kijkt of luistert mee. En die zegt, we hebben met alle titels die op onze site staan een overeenkomst. Dus daar hoef je niet aan te twijfelen. Oké, dat is mooi. Maar jij zei van, ik denk dat wij dezelfde problemen hebben. Jij was daar nieuwsgierig naar. Wat ervaar jij als je grootste probleem? Wat is de grootste hobbel die je moet nemen? De grootste uitgevers hè, ook meekrijgen in een nieuw concept. Ik zei net al over die klantrelatie wat een belemmering kan zijn. Een andere belemmering is vaak toch ook nog, hè, vooral ook weer bij de grotere jongens, cannibalisatievrees. Dat men bang is dat producten zoals Linea te kosten gaan van hun eigen abonnementen. En ja, goed, we hebben zelf... Maar is dat niet zo? Is dat nog steeds zo? Ja, maar is toch ook gewoon zo? Als ik al mijn spullen de deur uit doe, ik koop geen tijdschriften meer, ik koop geen... Dat tientje per maand, dat 120 euro per jaar is toch helemaal niks als ik daar alles voor krijg? Ja, maar ja, dat is dezelfde redenering als in de muziek. Dan zeg je ook van ja, ik kocht ook altijd 10 cd's per maand. Ja. Oké. Okay. Doe ik ook niet meer. Plus, er is wel in ons geval in ieder geval één ding uit te leggen. Bij ons gaat het niet om alle artikelen uit die kranten en die tijdschriften die bij ons aangeboden worden. Dat leent zich helemaal niet voor ons concept. Ja, dus alle kleine stukjes bijvoorbeeld, ja, die doen het heel erg goed in zo'n krant. Maar dat misstaat bij ons, dat past er gewoon niet goed in. Dus een krant of een tijdschrift kiest er vaak voor om selecties van artikelen die zich wel goed lenen voor het Alinea-concept bij ons aan te bieden. Dat zorgt ook alweer voor een verlaging van dat cannibalisatierisico natuurlijk. Ja. Nou, we hebben zelf ook testen gedaan. Hè. Dit voorjaar hebben we een vrij uitgebreide beta-test gedaan, waarin we de testers gevraagd hebben van, goh, als je nou bereid bent te betalen voor zo'n product als Alinea, zou dat dan ten koste gaan van bestaande abonnementen? En daar zei 95% op dat niet de kosten zou gaan van bestaande abonnementen. Daar geloof ik nou werkelijk helemaal niets van, weet je dat? Dat blijken dus mensen te zijn hè, die op dit moment helemaal geen abonnement hebben. Dat bedoel ik. Dat zijn er heel veel. Als ik morgen... Ja, maar dan is het extra inkomsten, waar eerlijk wees. Nee, ja, exact. Ja. Dus het gaat deels om mensen die helemaal geen abonnement meer hebben. En die groep wordt steeds groter, helaas misschien, maar het is wel de praktijk. En een deel van die mensen, dat zijn vaak jongere mensen, die hebben toch wel behoefte aan een verdieping bij het nieuws. Die hebben niet meer genoeg aan het gratis snelle nieuws, zeg maar. Een deel daarvan in ieder geval. En die wil wel betalen voor dit soort diensten. Of het nou Blendel of Linea is, in die richting. En daarnaast zijn er ook heel wat mensen die wel een bestaand, of die wel een abonnement hebben. Maar het ook wel leuk vinden om af en toe bij een andere krant of tijdschrift goede stukken te kunnen lezen. Ja, dus eigenlijk gewoon de leesportefeuille in een nieuw jasje. Dat is volgens mij... De leesportefeuille is natuurlijk een beetje smaak. Wij hadden altijd die van zeven weken oud. Ja, precies. De oude meuken. Die was het goedkoopste. Mensen gaan ook op vragen stemmen. Dat is mooi. Brechtje, even kijken. Nee, het begon bij Dirk Grote volgens mij. Die stelde eerst, zei hij, het belangrijkste voor digitale lezen lijkt mij mobiel. Hoe kan Elinea.nl nu lanceren zonder mobiele versie. Daar kregen we daarna een plus 1 van Brechtje de Leidies van nu.nl. Plus 2 van John Kiewiet. John Kiewiet en daarna van Vrekloos. Dus een aantal mensen is dat wel heel erg eens. Hoe kan dat nou? Geen mobiele versie. Zijn wij het ook mee eens. Dus wij willen heel graag heel snel die smartphone versie brengen natuurlijk. Maar waarom? Heel veel hoor je juist tegenwoordig mobile first, zeg maar. Waarvoor hebben jullie ervoor gekozen om daar niet mee te beginnen? Oh, heerlijk. Ik hoor een telefoon zoomen trouwens. Ja. Jij ook, Peter? Ja.
Volgens mij is die, kan die van jou zijn, want mensen zeiden het ook al bij het vorige interview. Nee? Dat zou altijd kunnen. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Helemaal goed, hij komt er dus. Hij komt er, ja, daar werken we hard aan. Ja, waarom niet als eerste een mobiel hebben? Natuurlijk, als je naar de statistieken kijkt, dan is de smartphone is wel belangrijk, maar het is niet merendeel. Het is toch altijd nog de gewone PC en de tablet die de hoofdmoot vormen. Ja, Johan Schaap, wil je die gesteld of niet? Nee. Het ging over nieuwe vormen. Hè? Wat jullie nu doen is eigenlijk opnieuw verpakken wat er al is. Nieuw ordenen, sorteren, et cetera. Hij vraagt, is er niet ook ruimte om, bijvoorbeeld door jullie zelf, maar wat je eigenlijk ook zou kunnen zeggen voor wat voor Netflix geldt, voor partijen, om zelf andere nieuwe vormen van inhoud te gaan produceren. Is dat wat voor jullie? Nee, onze core is wel echt curatie en het uitlichten. Dus daar willen we wel heel dichtbij blijven. Netflix probeert dat wel. Die probeert bijvoorbeeld met Arrested Development. Dus maakt dus niet uit in welke volgorde je kijkt. Of je nou bij 12 begint of bij 6. Super interessant. Maar dat hebben we één geen geld voor. Helaas, het zou superleuk zijn. Maar... Ik vind het ook nog wel bij jullie ook intrigerend dat jullie je begint een start-up. En je denkt, nou weet je wat, wat zullen we eens gaan doen? We gaan iets met video doen en dan gaan we concurreren met YouTube, Netflix. Te beginnen. RTL, HBO en misschien Hulu en Intel. Oh nee, dat is net gekillt initiatief. Ja, maar wat beweegt jou? Ja, nou, ik ben samen met Colin Ellis, mijn compagnon, begonnen. En het was wel echt een frustratie van... dat is alweer 3 jaar geleden dat we dachten van, er is helemaal niks op tv. Op internet is heel veel leuks, dat weet ik. Maar dan moet ik weer in gaan investeren. Gaan investeren in... investeren in het vinden van die leuke content. Dus wij dachten van, ja, waarom kan je nou niet dat fantastische luie zeppen, miljoenen mensen elke avond doen, waarom kunnen we die ervaring nou niet naar internetvideo brengen? Nou, waarom dacht je toen dat je er geld mee kon verdienen? Eerst snap ik. Nou, ik denk dat wij zijn echt pas een jaar geleden daarover na gaan denken. Dus dat, wat heb je aan Sanoma verteld toen je Sanoma als investeerder binnenhaalde? Nou ja, dat hoe is, geld verdiend nou, kan gaan worden. Dat is eigenlijk vorig jaar ook wat ik bij jullie in de uitzending zei. Is linksom of rechtsom gaat de consument voor de content betalen. En dat kan zijn omdat er een advertentie tussen zit. Dan betaalt hij indirect via de adverteerder. Het kan zijn een subscription model zoals Netflix. En dat kan zijn per video en het transactieverkoop. En dat is het business model. De business model die we allemaal gaan uitproberen. Ja, dan vergelijk je toch met Netflix. Maar wat Netflix doet is, die levert originele files in hun omgeving, hun user interface, waar je voor betaalt in een abonnementsvorm. Jullie halen video's van internet, embedden ze vaak. Ja. Dus je bent echt alleen maar aan het aggregeren. Je doet eigenlijk, voeg je, denk ik, wat dat betreft misschien niet zo heel veel waarde toe. Of kijk je daar heel anders tegenaan? Nou, op de... Ja, daar vind je ook geen waarde toevoegd. Nee, daar denk ik dat ik heel anders over. Nee, wij geloven zeker in de waarde van curatie. Hè? Dus de waarde van dus het uitlichten van content en uitleggen waarom dit leuk is. En verder voor het premium content gedeelte, daar maken we deals voor. En dat embedden we niet. Dat hosten we met onze technologische partner op een VOD-platform. Dus op die manier halen we dat naar binnen. Dus, We hebben ook wel eens eerder een discussie gehad over dat ik toen verwachtte dat je problemen zou krijgen met belangrijke rechthebbenden die soms wat moeite mee hebben dat anderen met hun content geld verdienen. Ja. Hoe staat het daarmee? Ja, op het moment dat je groeit, dan krijg je meer aandacht. En dan zie je ook dat we daar discussies gaan krijgen. Maar dat zijn ook verschillende partijen waar we nu die discussie mee voeren. Ik zag dat alle NPO-content van het platform verdwenen was. Ja, bijvoorbeeld. Dus daar zijn we nu mee in gesprek. Daar hadden we afspraken over van ook hoe we dat zouden doen. Je ziet dat zij van richting aan het veranderen zijn. En dat ze daar meer invloed op willen hebben. En dus daar zijn we nu met een druk in gesprek over hoe we daar een oplossing kunnen gaan vinden. En dat is een...
Dat is, we moeten daar even de juiste balans vinden tussen enerzijds van hoe ga je met publieke content om en hoe vullen zij ook hun doelen in om opkomende platformen te omarmen. He, dat zijn eigenlijk twee doelen die ze hebben en daar komen we wel met elkaar. Hey, bij YouTube, de laatste keer dat ik keek, was het iets van 24 uur per minuut, geloof ik, dat erbij kwam of zoiets. Dat is een belachelijke aantallen. Ja. Jij zei van toen we begonnen, trokken wij de conclusie van er is heel veel, maar wat moeten we nu kijken? Hoe kun jij nou als klein start-up je pretenderen dat jij met al die inhoud die erbij komt een goede selectie voor mij maakt? Nou ja, we hebben nu 4 content managers zitten, dus dat is al flink wat. Dus, ja, er zijn 4 mensen die al die uren hierbij komen. Wij zeggen altijd, jullie hebben een fantastische baan, de meest fantastische baan ter wereld. Die zitten dus eigenlijk dit is trouwens gelijk een antwoord op de vraag van Koos, die wil weten hoeveel het er zijn. Hoeveel kijken die dan per dag, dat ze goed kunnen cureren, die mensen van jullie? En we hebben 4 man fulltime op de curatie zitten, dus dat is flink, ja. Maar dat heb je ook wel nodig, want je hebt er zoveel. Heb je ook nog andere vormen van curatie? Die 4 mensen, zeg maar, die fulltime bezig zijn met... Mensen kunnen dus zelf favorieten bijhouden. En dan als er dan van het favoriete kanaal iets nieuws komt, dan... Komt dat ook bovenop? Komt dat er bovenop. Ja. En we laten ook vrienden cureren. Dus van je vriend heeft dit als favoriet aangemerkt. Dan kan je dat ook zien. Ja. Dus, en verder scrapen we ook wat Twitter feeds. Dus als Erwin dan weer eens een leuk YouTube filmpje post en ik volg Erwin, dan komt dat ook in mijn feed. Dus het is op die manier voegen we dat allemaal samen. Ja, ik heb nog een vraag voor Michel. Van Linda Zeggelaar, die zegt, zijn er onderhand niet veel te veel Spotify's voor nieuws en zorgt de versnippering niet dat ze daardoor juist allemaal mislukken? En ja, ze doelt dan niet alleen op jullie, hè? Ilenia moet ik zeggen, Blendel, journalist met een Y, Majour. Wat is er tegenwoordig verder allemaal nog niet? Is er risico van versnippering en... Ik weet het niet. Het geeft denk ik wel aan, hè, dat er toch wel belangstelling is voor dit soort nieuwe diensten en nieuwe producten. Als het echt gaat om Spotify voor nieuws, dat zijn wij in ieder geval niet. Hè. Wij zijn niet specifiek voor nieuws. Het gaat meer om de verdieping bij het nieuws. En van de andere voorbeelden die je noemde, journalist heeft zichzelf ook zo genoemd. Hè, journalist, Spotify voor nieuws. Maar die is er voorlopig nog niet. Dus... En Majour en Blendel zijn niet zozeer een Spotify, zij zijn meer een iTunes-achtig dienst, hè, dus waar je losse artikelen kunt kopen. Maar dat er verschillende diensten zijn die de inhoud van kranten en tijdschriften ontbundelen en op een andere nieuwe manier aanbieden, dat is wel duidelijk inderdaad. Ja. Maar ik weet niet of dat een probleem is. Nee, wat is dan het probleem? Ik weet niet of dat een probleem is. Ik snap het wel, weet je. Als ik op een gegeven moment zeg van nou, ik vind het best interessant, maar ik zie dat bij jullie een selectie uit de bladen is en bij iemand anders weer een andere selectie en bij de volgende weer een andere selectie. Ja, maar er zitten toch wel grote verschillen, hoor. Ik heb een abonnement op Spotify, omdat die verzameling voor mij oké is en niemand kan daar nog steeds aan tippen. Ook Google Play Music vandaag gelanceerd niet. Ja. Ik denk van, nou, dat vind ik prima. Op het moment dat het te veel komt en de collecties zijn heel verschillend, dan haak ik ook af. Nee, dat snap ik. Dat zou niet goed zijn, inderdaad. Maar de voorbeelden die je noemde en die ook of al live zijn of binnenkort live komen, zijn toch eigenlijk wel weer behoorlijk verschillend. Hè? Dus Majour richt zich... In mijn ogen in ieder geval wat meer op de vakliteratuur. Hè. Hij heeft een los artikelen verkopen als model. Blendel richt zich wat meer op de dagbladen en tijdschriften. Maar die vertrekken eigenlijk meer vanuit de pdf's van de kranten en tijdschriften. Met de losse verkoop. Hè. En wij laten die papieren weergave helemaal los. En vertrekken vanuit een voor de digitale omgeving geoptimaliseerde concepten en vormgeving. Ja. Met dan een olie-krediet model. Dus dat zijn toch wel behoorlijke verschillen. Althans, voor ons, hè, voor een buitenstaander misschien helemaal niet. Nee. Maar... En de kracht van de Spotify is natuurlijk dat het internationaal merk is. Muziek is internationaal. En ook al heb je natuurlijk lokale toevoegingen van lokale muziek. Is Nederland niet eigenlijk veel te klein voor een Spotify voor de journalistiek? Nou, op zich is het denk ik groot genoeg. Hoeveel betalende mensen hebben jullie nodig om
Nou, of laat ik zo zeggen, hoeveel verwacht je er de komende 3 jaar te halen? Nou, om break-even te draaien valt dat mee. Dat wil zeggen, nog steeds een aantal duizenden abonnees natuurlijk, maar ook weer geen enorme aantallen. Wordt nog steeds spannend natuurlijk of we dat op korte termijn halen, maar wil je voor die uitgevers... 10.000? Wil je voor de uitgevers zelf relevant zijn, dan moet je natuurlijk over veel grotere aantallen abonnees beschikken. Dus onze ambitie is ook om echt naar 150.000 betalende gebruikers, zeg maar abonnees, te groeien in 3 jaar. Binnen 3 jaar. Ja. Okay. En dat is natuurlijk forse ambitie, maar die moet je ook hebben, anders ben je gewoon niet interessant voor die grote groep uitgevers. En jouw ambitie? Onze ambitie is dat we na Nederlander Duitsland en US UK versie lanceren. Eigenlijk dezelfde manier zoals we dat in Nederland hebben gedaan. Eerst op free content met een advertentiemodel en daarna premium content. En als dus, mensen zich nog willen aanmelden dat ze Duitse programma's willen gaan kijken de hele dag, kunnen ze daar bij je terecht? Als je in Duitsland woont wel, denk ik. Nee, in Nederland niet. Hey, Stekel, wat... Wat denk jij? Ik zag namelijk bijvoorbeeld mensen langs gaan mee. Ik gebruik WebZap elke dag, maar als ik ervoor moet gaan betalen, wordt het weer iets anders. Het is altijd heel moeilijk om met iets gratis te beginnen en later betalen te introduceren. Ja, dat is daarom gaan we in onze propositie ook heel duidelijk onderscheid in maken van wat nou bij het betaalde content hoort en wat niet. En dat is verschil is ook wel groot hoor. Als je kijkt, we zijn nu met verschillende arthouse filmpartijen bezig. En we zijn nieuwe designs aan het maken. En het is echt wel uit te leggen dat een film die een paar maanden geleden in de bioscoop is geweest, dat je daarvoor moet betalen. En waar het YouTube-logootje bij staat, dat gratis is. Dat krijgen we wel gecommuniceerd. En daar zie ik niet de grootste uitdaging aan. Tja. Ja, is dat een antwoord op je vraag? Later, een van die journalistieke middelen is het stil te laten vallen. Ja. Wat ik nog wel een hele leuke parallel vind met het vorige gesprek. Toen hadden we het eigenlijk over de overheid die de journalistiek, de inhoud zou al dan niet zou moeten subsidiëren. Dan wel geld zou moeten steken in tooling, zoals van Mattermap. Jullie hebben ook subsidie gekregen. Hè? Dus de overheid is toch blijkbaar wel heel actief. Met het zoeken naar nieuwe middelen om die alles wat er geproduceerd wordt bij de mensen thuis te krijgen. Ja. Want hoeveel hebben jullie ontvangen van en wij van wie? Hebben 3 jaar terug een krediet gekregen van 56.000 euro. Dat was voor de eerste versie van de linea. Ja. Moeten we dus ook weer terugbetalen. Dat is echt krediet. Ja. En de laatste keer was het 128.000 euro. Dat is echt subsidie. Dus dat is een heel mooi bedrag. Overigens maar een klein deel van de totale kosten van de ontwikkeling van de linea tot dusver. Want dat is echt vele malen meer. En er komt best wel wat bekijken voordat je zoiets goed kunt wegzetten. Ja. Je hebt natuurlijk heel veel contact met de uitgevers nodig. Maar ook het product zelf en het betaalmodel erachter. Dat doe je ook niet allemaal één keer goed. Dus voor ons was het heel erg waardevol om subsidiemogelijkheid te geldt hebben. Geldt overigens ook voor Blendel even voor de subsidie. Mijsjoe heeft het helemaal zonde gedaan. Dus alle respect daarvoor. Ook niet volgens mij. Ook volgens mij. Die hebben ook subsidie. Ja. Ook subsidie. Ja. Dus het stimuleringsfonds ziet natuurlijk ook wel dat er behoefte is aan nieuwe verdienmodellen in de digitale wereld. Wij zijn allemaal voorbeelden van nieuwe initiatieven die daarop mikken. Ja. Bijzonder is wel, dat het overigens voornamelijk over geschreven media gaat, want WebZap doet het gewoon helemaal zelf, hè? Ja, we hebben onlangs een investering gehad. Dus, Sanoma, hè? Ja, Sanoma is ook wel geholpen. Dus, Jeroen Verkroos meldt zich weer. Dat is wel belangrijk om misschien even, als we toch gaan afronden, dat de persgroep nog eventjes meldt hoe het ook weer precies stond. Hij zegt, de voorwaarden van de persgroep die waren voor Blendel acceptabel, dus voor andere partijen vast ook. Wij zien deze als digitale ACO's, dus partners. Dus ik zou zeggen van, bel hem nog een keertje op morgen. Ja. Of gebruik de hashtag FMT en het komt wel bij hem binnen. Ja. Dankjewel. En moeten we ook nog eigenlijk een kleine correctie doen. Want we zeiden steeds, jullie hebben de dagbladen niet. Maar je hebt natuurlijk wel het Nederlands Dagblad. En je hebt een contract met Wegener. Erik van Gruithuizen zit in de zaal, dus misschien kun je net overgestapt van de ANP. Misschien daar nog even over spreken. Ik moet ook zeggen dat ik het ook fascinerend vind om dan opeens bij jullie weer van alles en nog wat te ontdekken. Want je gaf me een proefabonnement vorige maand en ik kwam tijdschriften tegen als Bloem en Plant.
En allemaal dat soort dingen waarvan ik dacht, ik wist niet eens dat het bestond. Ja, en dat vind ik persoonlijk, daar komt het vandaan dat je weer zo in de tuin bezig bent. Dat is toch ook het mooie aan zo'n platform. Ja, dat is precies ook iets. Want dat kan je waarschijnlijk bij jullie volgen. Daarom wil ik dus een Spotify voor bloemen en planten. Nee, serieus. Dit is ook onze slogan. Onze slogan is ook ontdekken, lezen en delen van de mooiste artikelen. Want er zijn echt heel veel kranten en tijdschriften in Nederland waar je het bestaan echt niet van kent en die machtig interessante artikelen produceren. Ja. En, maar ja, die zie je normaal gesproken niet. En op zo'n manier... Ik bedoel het ook echt serieus. Maar misschien nog één correctie. Ik neem je heel vaak serieus, hoor. Misschien nog één correctie, want je zei dat de ND en Wegen al meedoen. Daar praten we mee. We gaan pilots mee doen. Okay. Maar er is nog geen overeenkomst gekregen. Nou, dan moet je even bij... Oké, mensen, overeenkomsten kunt u zo direct hier sluiten. Papier ligt hier. Nou, dank je. Dit was hem denk ik wel, hè? Mooie afronding, toch? Ja, hey, ontzettend bedankt. Nog eventjes, kunnen de mensen nog steeds een maandje gratis proberen bij je? Iedereen heeft vrije toegang natuurlijk tot de linia. Als je je inschrijft, heb je 2 dagen lang Oikerit toegang. En na die 2 dagen moet je betalen. Of loskopen. Dus ik zou het weekend pas beginnen. Niet tijdens werkdagen. Mag ik voordat je afsluit nog even één ding ook zeggen. We zitten hier ook vanavond live met publiek. Omdat Fast Moving Targets, jouw kindje, 2 jaar bestaat. En dat vind ik eigenlijk ook wel een applaus. Dank u. Op naar de volgende. Heel veel bedankt. Heel bedankt daarvoor. Ik wou nog eventjes zeggen dat er ook een prachtig boek is... wat je achterin met handtekening van de schrijver kunt kopen. Dat wij een drankje hebben gehad ondertussen... en dat jullie vast ontzettende dorst hebben... en dat je daar aan de bar dus zo direct terecht kunt. Op eigen kosten natuurlijk. En iedere dinsdagavond zijn we er en alle uitzendingen komen on demand beschikbaar. Ontzettend bedankt voor het kijken. Jullie bedankt dat jullie hier waren. Bedankt voor tot de volgende keer. Dag. Bedankt.